Ik voel me vreemd in mijn hoofd en ik heb gegoogeld en het kwam neer op derealisatie. Wat weten jullie hiervan en is het te behandelen? Derealisatie is eigenlijk dat de realiteit om je heen eigenlijk niet helemaal klopt volgens je hoofd. Je brein die kan twee dingen doen, of terugvechten of vluchten. Maar als dat geen optie is, dan vlucht je van jezelf, van je eigen lichaam, van die ervaring. Dat kan dan zo een zerkopingsmechanisme worden, dat ze dat eigenlijk de rest van hun leven... Um, in stand blijven houden, dus op het moment dat er stress komt, ja. op het moment dat het geweld plaatsvindt, dan is dat een bescherming, zodat je het minder voelt. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, huisarts in Spee, en naast me zit Aisha, een neurowetenschapper en neuropsycholoog. En uh, voor deze week hebben we weer een vraag binnengekregen en die luidt als volgt. Ik voel me vreemd in mijn hoofd en ik heb gegoogeld en het kwam neer op derealisatie. Wat weten jullie hiervan en is het te behandelen? Dat is een hele goede vraag. Hele goede vraag. <clears throat> ik moet ook zeggen dat ik het um, wel vaker uh, terughoor komen, maar dat het ook in de, in, in de GGZ eigenlijk heel weinig voorkomt dat echt dat de main focus van behandeling is. Dus het is niet iets wat jullie op de dagelijkse basis tegenkomen. Nee, terwijl toch wel relatief veel mensen. Nou ja, veel. Ik denk dat in, binnen de GGZ-populatie misschien dat wel tussen de 25 procent van de mensen derealisatieklachten klachten kunnen hebben. Mm -hmm. um, maar er wordt eigenlijk bijna nooit als primaire behandeling aangeboden op die klachten. Ja, precies. Maar misschien moeten we eerst even teruggaan naar wat derealisatie is. Want ze noemden, uh, of hij trouwens, dat weet ik niet. Een vreemd of fase gevoel in je hoofd. Ja, precies, precies. Ja, want um, derealisatie daarin, uh, dan is het eigenlijk het idee dat je dus je vervreemd voelt of dat de wereld om je heen onecht voelt. Of onecht voelt of niet echt voelt. Um, en dat kan je op heel veel verschillende manieren ervaren. Sommige mensen hebben het gevoel dat de wereld een beetje wazig eruit ziet. Of dat hij onecht eruit ziet. Of dat. Um, bepaalde lichten die komen dan uh, verkeerd binnen of onecht binnen. Dus het is eigenlijk alsof je misschien naar een, een... Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Alsof je naar een science fiction film kijkt en denkt van... Hé, alles klopt niet helemaal. Ja, alles klopt. lijkt niet helemaal echt. Ik heb ook wel eens gehoord dat iemand zei... Van dat, dat het voelde alsof de tijd te snel ging of te langzaam ging. Ja, precies. Dus het is eigenlijk wat je zegt, derealisatie is eigenlijk... dat de realiteit om je heen eigenlijk niet helemaal... Klopt volgens je hoofd. Ja, precies. En dus ook dat in je waarneming eigenlijk... Uh, dat daar ook iets speelt. Dat je denkt van... hé, hey, ik neem dit wel waar... maar wat ik waarneem... dat klikt eigenlijk niet. Alsof er een, een, een lichtknopje in je hoofd dat je denkt van... ja, maar dit, dit past eigenlijk helemaal niet. Ja, lijkt me best wel... Uh, best wel vervelend. Ik moet ook zeggen... in de praktijk heb ik niet veel mensen gezien met dit beeld. Of althans die mensen die hulp zochten met dit beeld. Ja. Want vaak is het zeg maar... Um, want, want we hebben het nu over derealisatie gehad. Ja. Misschien eventjes voor de duidelijkheid. Er bestaat ook depersonalisatie. Ja, Wat dat... is het verschil? Nou, depersonalisatie, dus derealisatie, heeft te maken met het onecht voelen... of het vreemd voelen van de wereld om je heen. Mm -hmm. Terwijl depersonalisatie te maken heeft dat jij zelf als onecht of vreemd voelt. En dat kan ook weer heel veel verschillende uitingen hebben. Dus sommige mensen ervaren dat hun been korter of langer is... En andere mensen die kunnen ervaren alsof ze zichzelf waarnemen alsof ze buiten zichzelf plaatsvinden. Zo'n soort van um, almost dead experience, een out-of-body experience, wat mensen soms kunnen ervaren als ze uh, een hartstilstand hebben of uh, bijna doodgaan. Yeah. Een beetje meer dat gevoel. Yeah. Um, en, uh, of dat je gewoon jezelf niet echt bent. Yeah. Dus dat is meer de depersonalisatie. Oké. Okay. En die lijken ook heel erg op elkaar. Dus in de DSM heb je ook een uh, DSM-klassificatie. En uh, daarin wordt het ook gecombineerd. Dan wordt het genoemd de depersonalisatie en derealisatiestoornis. Ja, precies. Want ik kan me ook voorstellen... want je hebt dus heel veel verschillende uitingen eigenlijk van deze beelden. Dit is niet zeg maar dat je bij, bij een blaasontsteking zegt... nou, je hebt altijd pijn bij het plassen... en uh, je hebt een beetje pijn in je buik en uh, donkere urine. Ik noem maar wat. Ja. Uh, het is in, in deze beeld, het is heel subjectief wat je ervaart. Ja, precies. Dus sommige mensen die zeggen van: hé, hey, ik, heb, ik heb dat het mistig is in mijn hoofd, dat het vreemd is in mijn hoofd, dat het, uh, dat, dat ik het allemaal niet volg, of ik voel me raar in mijn hoofd, dat hoor ik ook geregeld. Ja. Dus het is maar net uh, als je verder vraagt, bij iemand, dus als bijvoorbeeld bij deze luisteraar, verder zouden vragen, dan zou je beter kunnen kristalliseren van: hé, hey, wat, wat is nou, is het nou depersonalisatie of derealisatie? Want eventjes, want als we dan back to the basics gaan. Maakt het uit of je een van de twee hebt? Of depersonalisatie of derealisatie? Of, of valt het een beetje onder dezelfde noemer? Ja, de DSM hebben ze hem dus wel samengenomen. Dus ik denk ook dat de kans dat als je derealisatie hebt... dat dat ook af en toe een beetje als depersonalisatie kan voelen... en vice versa. Ja, precies. En uiteindelijk de behandeling is zeker gezien hetzelfde. En wat misschien ook wel belangrijk is om te noemen... Kijk, op het moment dat iemand bij mij komt van... Hé, hey, ik zie een beetje raar en ik zie wazig en ik zie vreemd... of ik zie de kleuren niet zo goed... Het eerste wat ik altijd denk is ook van, oh, ga naar de huisarts ja. om te kijken of, uh, om bepaalde oogafwijkingen uit te sluiten. Ja, precies. Want ik kan als psycholoog uh, moeilijk inschatten dat op het moment dat iemand een verstoord zicht heeft, of dat een structurele oogafwijking betekent, mm -hmm. of dat het meer inderdaad in de interpretatie van je brein afspeelt. Ja, want beide kunnen een beetje sluimerend beginnen natuurlijk. In de loop van de week of maanden kan dat natuurlijk, uh, kan dat zo zijn. Ja, is dat zo bij oogafwijkingen? Ik heb eigenlijk geen idee hoe het begint. Nou, het, het verschilt een beetje. Kijk, sommige mensen die zien ineens bijvoorbeeld van die, van die, van die, van die losse vlekjes die rondvliegen. Mm -hmm. Nou, dat klinkt ook bij Moes Land, Dus bijvoorbeeld. Dat, dat klinkt echt van, dan weet je van, oh ja, dit is gewoon een uh, oogafwijkingtje. Uh, maar de ander, die, 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 die bijvoorbeeld bij een netvliesloslating, dan, dan kunnen dingen ook vervormd raken. Ja. Dus dan zou, je ook, dan zou je dus, als je niet goed doorvraagt, zou je ook kunnen denken: oh nou dat is derealisatie. Maar dat is dus niet zo. Sommige dingen nee. kunnen wat verbogen zijn of kunnen wat vervormd zijn. Maar ook met alle klachten eerst naar de huisarts gaan. Want het hele doel van de huisarts is om te kijken: van, hé, hey, is dit pathologie waarmee je naar een specifieke specialist moet? Ja. Of in dit geval van hé, hey, is dit een, een, een psychische stoornis, om het even zo te noemen... waarmee je naar de psycholoog of psychiater moet... of neuropsycholoog. Ja, en zou je dan ook um, verwachten dat op het moment... dat iemand een structurele oogafwijking heeft... dat dat dan eigenlijk... Uh, of dat het met de tijd erger wordt... of dat het constant blijft... terwijl op het moment dat het uh, derealisatie is... of depersonalisatie is... dan verwacht je eigenlijk wel een fluctuatie in de klachten... Ja. afhankelijk van als je er banger voor bent... of als je er veel mee bezig bent... of als je een nacht slecht geslapen hebt. Daarin verwacht je wel... Fluctuaties, als je goed doorvraagt. Ja, precies. En bij, uh, bij oogaandoeningen niet. Dat is nee. gewoon of, of pathologie of niet. En dat gaat precies. niet weg als je ontspannen bent of uh, relaxed bent of wat dan ook. Oké, okay, goed en, om te weten. Ja, want, want, want deze twee beelden zijn ontzettend fascinerend eigenlijk, dat we dat hebben. De mensen die hiernaar luisteren en dit hebben, die vinden dit absoluut niet fascinerend, denk ik. Die vinden het juist heel vervelend. Maar ja. wat is nou de oorzaak van dat ons brein of ons zenuwstelsel deze klachten creëert? Ja, het bijzondere is dus dat eigenlijk deze klachten heel normaal zijn. Dus um, volgens mij tussen de 25 en 75 procent van de mensen die ervaart, wel eens op, <coughs> op een punt in hun leven derealisatie klachten. Van alle mensen. Ja, dus ook jij of ik. Ja, statistisch ja. gezien uh, minimaal één van ons. Ja. En dat, dat komt ook omdat de klachten dus eigenlijk heel vaak voorkomen en die kunnen voorkomen op het moment dat je misschien een hele nacht niet geslapen hebt. Dus bijvoorbeeld, ze hadden een onderzoek gedaan bij 25 mensen en een hele nacht wakker, uh, wakker gelaten. Dus ze mochten de hele nacht niet slapen. En lekker. Ja, nou, en dat is dus echt heel, heel intensief voor je brein ook. En dus de volgende dag, toen nam bij een heel groot gedeelte van die proefpersonen. namen dus de derealisatieklachten en depersonalisatieklachten naar me toe. Dus dat zegt eigenlijk dat op het moment dat jij een hele verstoorde of slechte slaap hebt, dat gewoon de kans dat je dan jezelf. Of de wereld als wat vreemder of onechter gaat ervaren. Dat het eigenlijk een heel erg normale normaal symptoom is, dus een normale klacht. Je zou bijna kunnen zeggen, het is gewoon een lampje van je dashboard in sommige gevallen van hey, je bent moe ga uh, denken aan je slaap. Ja, precies. precies. Dus een melding. Maar het heeft natuurlijk ook een, een soort van, van beschermings. Het is eigenlijk een soort van beschermingsmechanisme. Ja, dat zou, dat zou in die zin ook kunnen. Kijk, in deze in, in de zin met slaap dan. Um, dan is dat een heel duidelijk uh, signaal, eigenlijk van hey, je, je slaap is te kort. Maar het kan ook bijvoorbeeld ontstaan um, op het moment dat je heel erg gestrest bent. Het kan ook ontstaan op het moment dat je drugs gebruikt. Dus als je kijkt naar de hallucogene. Nou, het hele idee en het doel van hallucogene is dat je dus die verstoorde waarneming gaat creëren. Ja. Dus, dus als mensen, nou, wat valt daaronder? LSD um, Ketamine nou, dat ketamine, soort Ketamine, uh... inderdaad. Um, nog een heleboel pillen met allemaal uh, letters en cijfers door elkaar heen. Uh, padders, natuurlijk. Um, dan, dan, gaat je waarneem, dan raakt je waarneming ook heel erg verstoord. Yeah. Dus dan kan je het idee hebben, misschien, dat, je opeens, um, dat de wereld ook onecht is. Of dat je lichaam onecht is. Of dat jij niet degene bent die loopt. Of dat je misschien in een of ander idee hebt dat als je op straat loopt, dat je in een attractiepark bent. <laughs> ja. Je kan het zo gek niet bedenken. Misschien dat je naar de lucht kijkt en dan weet ik veel wat allemaal ziet. Ja. Um, maar dan, dan, dat, dat zijn dus echt precies die kenmerken van derealisatie en depersonalisatie. Dus op het moment dat soms mensen ook een bad trip hebben, dan kunnen ze eigenlijk zo angstig worden van de bad trip die ze hebben gehad. En die kunnen ze als het ware een beetje in blijven hangen. Ja, precies. Dus, dus wat je eigenlijk zegt... Er zijn verschillende oorzaken of slash triggers voor depersonalisatie en derialisatie. Dus ja. ernstige stress, slaap, drugs, maar ook natuurlijk trauma. Bijvoorbeeld seksueel trauma of, of, of geweld, emotioneel of, 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 of juist fysiek geweld, om het even zo te noemen. Ja. Maar dat is toch best wel interessant dat ons lichaam, zeg maar eigenlijk als je heel primair naar het brein kijkt. eigenlijk creëert het brein dit om ons te beschermen voor verder emotioneel of psychisch leed. Ja. Dus ja, zeker als je over de, over de stoornissen hebt, dan inderdaad zeker, zeker. Want ik kan me gewoon heel goed voorstellen, als ik het wat visueel uh, maak... Stel je voor dat je als bijvoorbeeld minderjarig kind uh, verkracht wordt... Nou, je brein die kan, die kan twee dingen doen. Of terugvechten of vluchten. Maar als mm. dat geen optie is, dan vlucht je van jezelf. Van je eigen lichaam, van die ervaring. Yeah. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je lichaam eigenlijk deze klachten creëert... om verdere schade te beperken en het gewoon te laten gaan. Een beetje denk ik bij konijnen bijvoorbeeld. Als een konijn bijvoorbeeld... Als je bijvoorbeeld op straat rijdt en je ziet een konijn... ze freezen allemaal. Waarschijnlijk depersonaliseren zij ook. Ik kan het niet vragen aan meneer Haas. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat het een soort van bescherming is. Want stel je voor dat je hem aanrijdt... of stel je voor dat hij wordt gepakt door weet ik, voor wat, wie zijn tegenstander zijn... een Havik of iets... Dan kan ik me voorstellen dat je op dat moment die pijnperceptie niet wilt. Omdat ja. dat zo pijnlijk is dat je, dat je brein eigenlijk op een afstand gaat zitten. Of, of dat je jezelf eigenlijk distancieert van jezelf. Waardoor je minder lijdt. En dat zie je denk ik ook bij mensen in oorlog. Die mensen die zijn echt niet scherp. Die mensen depersonaliseren of derealiseren allemaal, denk ik. In Gaza ja. zullen ze echt niet allemaal helder erbij zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat hun breinen allemaal zich voorbereiden op dat er iets kan gebeuren. En ja, dan ga je er niet helder bij zijn. ga je niet scherp zijn. Nee, precies. En dat is dus ook wat je, wat je zegt, hè. zeker bij trauma op jonge leeftijd. Je hebt ook um, wat vroeger um, multiple personality disorders werd genoemd. Dus meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Nou, blijkt dat dat niet echt bestaat. Maar tegenwoordig wordt het dan een dissociatieve identiteitsstoornis genoemd. En wat je vaak ziet in die groep mensen... Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Um, is dat als je op hele jonge leeftijd hele heftige dingen hebt meegemaakt? Als je echt denkt aan bijvoorbeeld meervoudig seksueel misbruik op extreem jonge leeftijd. Um, dan kunnen die uh, kleine kinderen, die kunnen dus inderdaad ook um, echt dissociatief worden van hun persoonlijkheid. Dus ze mm. kunnen eigenlijk uitschakelen. Um, om dus inderdaad, net als die freezers response bij die konijnen en die hazen. En um, dat kan dan zo een sterk kopingsmechanisme worden, dat ze dat eigenlijk de rest van hun leven... Um, in stand blijven houden. Dus op het moment dat er stress komt, ja, op het moment dat het geweld plaatsvindt, dan is dat een bescherming. Zodat je het minder voelt en dat je minder het gevoel hebt dat het jou aangedaan wordt. Um, ja. Maar op latere leeftijd, op het, op, op, als de omgeving veiliger is, of in ieder geval hopelijk veiliger is, dan kunnen ze die koping en die bescherming nog steeds inzetten. Ja. En wat wel interessant is ook, dus inderdaad, trauma, dat kan ook een, uh, dat kan ook een oorzaak zijn. Maar wat je dus ook ziet als je kijkt naar derealisatie en depersonalisatie versus die dissociatie vanuit trauma. Is dat je daar eigenlijk ook zelfs een verschil in kan merken. Dus bij dissociatie dan trek je heel erg uit je lichaam en dan verdwijn je eigenlijk een beetje mm -hmm. uh, als koping en als beschermingsmechanisme. Maar wat je dus ook vaak juist ziet bij depersonalisatie en derealisatie, is dat die mensen zich overmatig focussen op de klachten. Dus eigenlijk zijn ze. Nou, eigenlijk het tegenovergestelde van dissociëren, ze zijn overmatig bezig met de klachten. Dus overmatig alert of overmatig bewust. Dus het is eigenlijk meer zelfs een hyperfocus, terwijl mm -hmm. je bij het dissociatie, uh, de dissociatieve identiteitsstoornis in ieder geval, dan trek je helemaal weg en dan verlies je eigenlijk het de, 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 de realiteitsbesef. Ja, dus dus bij dan de ene... verdwijn je eigenlijk. Uh, ja, bij de ene vlug je dus eigenlijk en bij de andere probeer je er actie op te ondernemen. Ja, dus te fighten en de andere vlijten eigenlijk. Dat is een beetje. Ja, precies. En de fight in, dan in de vorm van overmatige controle. Ja, precies. Dus dat is ook wel um, bijzonder, want inderdaad, vroeger dachten we ook dat derealisatie en depersonalisatie, omdat je dus een beetje de, jezelf en de ander, dat dat heel erg te maken heeft inderdaad met uh, dissociatie. Mm Het -hmm. staat, uh, staat nu nog officieel bij de DSM-5 onder de dissociatieve stoornissen. Maar het heeft ook heel veel overlap met angst. Ja. Dus er zijn discussies gaande of het niet toch uh, meer een angststoornis is dan een dissociatieve uh, ja. stoornis. En het mooie is, de luisteraar heeft er helemaal niks aan. Dus, uh, dus dat, dat is iets voor de professionals, gelukkig. Ja, precies. En, 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 en ja, de reden dat het wel een, een belangrijke discussie is, is omdat het dus heel vaak over het hoofd wordt gezien. Dus ah, ja. kijk, um, die, die verschijnselen die genoemd worden, die, die hoor je ook heel vaak bij mensen met een paniekstoornis. Dus ik denk dat als je, een, uh, nou als jij of ik, als ik op dit moment een paniekaanval bij jou of bij mij op zou uh, roepen, mm -hmm. dan, dan is de kans ook gewoon groot, misschien wel 50%, dat je daar ook een depersonalisatie of een derealisatie-verschijnsel bij ervaart. Yeah. Maar op het moment dat je daar niet bang voor bent, omdat op het moment dat je niet denkt zo van hé, hey, ik voel me waas of ik kom me gek, ik zal wel een hersenziekte hebben of ik word gek. Ja. Als je niet die, die hele heftige, sterke overtuigingen hebt die heel angstig maken, dan verdwijnt dat eigenlijk gewoon een beetje. Ja, precies, precies. Dan faseert dat uit. Ja, ik, ik moet gelijk ook denken aan bijvoorbeeld depersonalisatie. Um, eigenlijk is het zeg maar, je maakt dus iets mee in je verleden, traumatisch iets, of, of je maakt iets heftigs mee, dat komt dan op. En je creëert eigenlijk een neuraal pad. Want als jij bijvoorbeeld onrecht wordt aangedaan, eventjes als we dan terugkijken bij bijvoorbeeld seksueel misbruik. Stel dat jij je onveilig voelt, heel erg onveilig voelt, zoals bij de seksueel misbruik, heb je dus een pad gecreëerd dat jouw lichaam denkt van, hé, hey, dit is niet goed, we moeten vluchten, depersonalisatie. Dus dat is een neuraal pad. Maar het nadeel is dat ons, ons zenuwstelsel, ons brein, die herkent ernst van klachten vaak ook niet. Dus stel je voor dat jij later misschien bij een sollicitatie, ik noem maar wat... Um, dat jouw baas zegt van ja, je moet dit doen, je moet dat doen. En die zet jou een beetje klem, ik noem maar wat. Mentaal. Ja. Dan kan jouw brein dat ook registreren van hey, dit is onveilig, ik moet weg. derealisatie. Ja. Dus dat is ook wat wij dan geregeld ook tegenkomen bij ons kerntraject. Het is niet zo dat het trauma dat de klacht heeft veroorzaakt bij jou, dat dat precies in die vorm en die mate moet geschieden om weer jouw klachten te laten veroorzaken. Dat kunnen ook kleine dingen zijn die toch diepe overtuigingen naar boven brengen waar jouw lampjes eigenlijk ook van afgaan. Mm -hmm. En dat is zo interessant ook bij de realisatie. Ik had bijvoorbeeld ooit een patiënt, dat was een ex-veteraan, en die had volgens mij gevochten ergens in, ja waar zal het zijn? Um, ik weet niet precies waar die gevochten had, maar ergens in Azië. En hij kreeg allemaal vage klachten op momenten dat er dus helikopters vlogen, harde geluiden waren. Ja. En niemand begreep het, want iedereen had zoiets van: hé, hey, waar, waarom heb je van die va vage klachten als dat zijn linkerbeen begon te tintelen, of dat hij krachtsverlies had, of dat hij, dat hij allemaal va vage klachten had? En niemand begreep dat. Mm -hmm. Totdat gingen verder vragen van: hé, hey, wat, wat heb je allemaal meegemaakt? Bleek dus dat hij gevochten had. En volgens mij toen de tijd ook, tijdens een missie, uh, een granaat in de buurt was geëxplodeerd. En die had zijn been verwond. Dus het bleek dus dat. Zijn brein dusdanig was ingesteld dat bij harde geluiden, een helikopter of een knal of een wat dan ook, dat zijn lichaam eigenlijk in een soort van angststate komt, dus in een fight-or-flight-state komt ja. en de klachten regenereert. Maar dat heeft helemaal niks te maken met de dingen die die hedendaags gebeurt, want is, hij zit niet in een oorloggebied, hij zat gewoon in Nederland. Maar die harde geluiden triggeren toch zijn brein van, hé, hey, er is iets aan de hand en genereert klachten. Dat zijn dus neurale paden die gevonden zijn. En dit soort dingen halen we natuurlijk naar boven ook met ons kerntraject. Waarin we dus echt kijken vanuit, wat heb jij meegemaakt in jouw leven en in jouw brein dat jij hedendaags klachten krijgt? Want het is heel vaak niet echt logisch. Nee. Maar er zit meer die kern achter, die het wel logisch maakt. Maar je moet dan net weten van wat is die kern. Ja, precies. En dat zien we ook heel vaak uh, terug. En in die zin ook het brein, die creëert dan ook juist een angstreactie. Dus dat wordt bijna een geconditioneerde respons. Want je hebt dus inderdaad een associatie. En jouw brein die reageert daarop met angst. En zelfs al de gedachten aan ik kan gek worden. Of de gedachten aan uh, ik word blind. Of zelfs die gedachten aan de klachten van de derealisatie. Mm -hmm. Die kunnen eigenlijk al dat neurale pad activeren. En dus zo maken op die manier dat, je dus, dat de angst alleen maar erger wordt. En de klachten, de derealisatie klachten ook alleen maar erger worden. Ja. ja, want dit is een best lastig beeld. We hebben al een aantal mensen in het kerntraject gehad met derealisatie, depenalisatie. Een deel knapt echt duidelijk op en een ander deel die blijft een beetje houden. Maar je, je, wat, wat, je, wat we wel terugzien is dat mensen er beter mee leren omgaan... waardoor ze minder lijden onder het beeld. Ja. Dus als jij thuis zit en, en dit herkent of bijvoorbeeld vage klachten ervaart... waarvan je denkt van hé, hey, waar komt dat nou vandaan? Dan is het kerntraject eventueel wel heel interessant voor jou. Die kun je vinden op www.christeneisja.nl slash kerntraject... En daar hebben we veel meer informatie staan. En als je daarover wilt sparren of het een geschikt traject voor jou is... dan uh, kun je altijd een afspraak inplannen. Dat denken we gewoon vrijblijvend met je mee. Maar terugkomend, hè? Dus, dus inderdaad, de oorzaak is dus vaak... het is dus eigenlijk een soort van kopingsmechanisme van je brein... om jou te beschermen voor verder leed. Maar wat zou je eraan kunnen doen, aan depersonalisatie of derealisatie? Ja, het is eigenlijk vooral dat je die angstcyclus wilt doorbreken. Ja. Dus, um, dus inderdaad, het komt vaak voor in combinatie met trauma. Het komt ook vaak in combinatie met PTSS voor. Uh, ook met de dissociatieve beelden, uh, met angst, met depressie. Dus dat is denk ik een, een taak aan ons om dat uit elkaar te halen. Ook in het kader van het kerntraject of bij um, andere trajecten. Dat we het goed uit elkaar halen en dat we dan een uh, combinatiebehandeling, uh, dus geven. En wat je er tegen kan doen, kijk. Op het, je moet eigenlijk als allereerst weten... is dat de klachten... dat die dus niet een structurele oorzaak hebben. Ja. Dat moet je uit kunnen sluiten. Ga naar de huisarts. Ga naar de huisarts. En op het moment dat jij weet... dat je de klachten niet structureel van aard zijn... dan weet je dus eigenlijk van... hé, hey, mijn brein creëert die klachten. En waarom, dat is dan nog even de vraag. Maar zoals we ook al eerder zeiden... van kijk, de klachten die je ervaart... die zijn eigenlijk zijn het hele normale klachten. Dus de ongeveer de helft van de mensen die ervaart die klachten... op het moment dat er bepaalde triggers zijn. Alleen op het moment dat jij dus... Um, dat jij denkt van... oh, ik heb uh, weer een wazig en slecht beeld. Uh, wazig en slecht zicht. Um, oh, misschien heb ik wel slecht geslapen. Ik ga vandaag even extra vroeg naar bed. Ja, Als je dat precies. vergelijkt met iemand die denkt... van oh, ik heb wazig en ik zie slecht. En oh shit, ik kan, nu, uh, ik kan nu niet werken. En straks wordt het blind en straks word ik alleen maar erger. En dan kan ik niet meer autorijden. Dan voel je eigenlijk al die spanning, voel je dan oplopen. Ja, nou. En nou, dan ook een brugje naar het zenuwstelsel. Daar raakt je zenuwstelsel niet geruster van. Die, nee. die, die stressrespons die het initieel creëerde, die wordt alleen maar erger. Dus die, die neurale pad, die maak je alleen maar sterker daarmee. Precies. Dus alleen al de gedachten aan van wat er allemaal verkeerd kan gaan. En ook de catastrofale interpretatie, wat je heel vaak terughoort, is dat dan mensen bang zijn van dat ze blind worden. Of dat ze gek worden. Of dat ze, uh, dat ze een hersenziekte hebben. Um, en, en, en die gedachte en die angst, die versterkt dat neurale pad dus heel erg. Dus wat je ja. in essentie wilt, is het neurale pad doorbreken. Ja. Dus dat kan doordat je dan hè, ten eerste dat je jezelf kan geruststellen van hey, alles structurele is uitgesloten. Dus dat kan ik loslaten. Dat had het makkelijker gezegd dan gedaan, maar even heel, uh, heel, veel, heel kort door de bocht. Um, en aan de andere kant, dan wil je ook eigenlijk kijken: van, je wilt eigenlijk ook voor jezelf bevestigen van, hey, klopt dat eigenlijk wel? Dat, um, dat die. Paden door mijn brein worden gecreëerd. Dus soms in de, in de praktijk, dan ga je dus juist uh, exposure doen. Dus net als bij een angstverhandeling. En dan ga je eigenlijk datgene waar je juist zo bang voor bent, dat ga je oproepen met het idee dat hoe vaker je het oproept en als je dan erachter komt van, hé, hey, waar je bang voor bent, zoals gek worden of blind worden, dat komt niet uit. Dat je daarmee ook dat hele neurale pad desensitiseert. Ja. Yeah. Dus wat, uh, daar krijg je hele creatieve oefeningen. Dus dan kan je denken aan. Um, dat je bijvoorbeeld twee minuten in de spiegel moet kijken naar jezelf. Okay. Zeker als je depersonalisatie hebt, dan voelt dat uh, gek. Confronterend. Confronterend. Je wilt juist vluchten. <laughs> precies, precies. En andere um, andere oefeningen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld een halve minuut naar een lichtbron kijkt en dat je daarna een, een bladzijde gaat lezen. Nou, als het goed is, gaan die bladzijdes dus ook een beetje dansen. Of uh, um, nou, die letters die kunnen wat anders dan gaan zijn. Yeah. Uh, je kan ook rondjes draaien in een um, in een bureaustoel. Als je zo'n stoel hebt met wieltjes eronder, zodat je ook wat wazig en wat duizelig wordt. Um, dus je wekt eigenlijk een ja. soort van soortgelijke klachten op. En je traint eigenlijk je brein van: hé, hey, ik heb dit opgewekt. Dit vreemde gevoel, dat hoort er gewoon bij. Er is niks aan de hand. Mijn brein is normaal. Ik heb nu even die funny feeling, om het even zo te noemen, maar het komt goed. Dus je, je, je leert eigenlijk je brein gerust te stellen, je zenuwstelsel. Ja, precies. En juist door het op te wekken, dat je dacht: van oh, hé, hey, dit is eigenlijk. Uh, en het, is, het zijn ook normale klachten, hè? want iedereen ervaart die klachten op een moment. Ja. Dus je zou theoretisch gezien ook kunnen zeggen: van hé, hey, ga een nacht niet slapen, kijk of het de volgende dag erger wordt. Ja. En dan kom je erachter: hé, hey, het komt niet omdat je gek wordt of omdat je de controle verliest. Ja. Uh, maar in dit geval komt het omdat je een nacht niet hebt geslapen. Precies, en, en het is ook een beetje bij deze klachten natuurlijk. Iedereen heeft het wel eens, althans 50% ervaart het ooit in hun leven, zo, dit, dit soort klachten. Maar ik denk dat de mensen die er last van hebben, die worden ook belemmerd in hun dagelijks leven door deze klachten. Ja, absoluut. Want iedereen heeft wel eens, misschien, of ja, niet iedereen, maar veel mensen hebben wel eens alcohol gedronken. Dan depersonaliseer je ook, maar dan zien wij dat niet als iets ernstigs. De ja. volgende dag ben je natuurlijk niet te fris te thuis, maar de dag erna ga je gewoon naar werk toen dat gaat prima. Ja. Maar als je het depersonaliseert of derealiseert, je geheugen wordt daar ook van door aangetast. Dus je merkt het op werk, je merkt dat dingen niet goed gaan, je merkt dat je gesprekken niet goed kunt volgen. En als dat dan langere tijd aanhoudt, dan begint het een probleem te worden. Ja. Dus, dus als je luistert en je dit ooit hebt ervaren, waarschijnlijk heb je het niet eens doorgaat of maakt het niet uit, maar... Mensen die dit een aantal weken of maanden hebben en merken dat bijvoorbeeld hun baan daaronder leidt, hun sociale contact eronder leidt, en ze het echt zien, ja, die raken eigenlijk een soort van, figuurlijk gezien, lichtelijk een beetje in paniek. Want die denken van, hé, hey, mijn leven die, die, die wordt helemaal overrompeld door dit beeld. En dan begint het iets te worden. En ja. dat iets, daar ga je dan inderdaad extra nadruk op leggen van, hé, hey, wat nu, ga komt het ooit goed, et cetera, et cetera, waardoor het alleen maar erger wordt en je het in stand houdt. Ja, dat precies. is eigenlijk een beetje hoe dat gaat bij derealisatie, depersonalisatie, denk ik. Ja, precies. En je wilt dus ook eigenlijk af van die overtuiging dat je blind wordt, of dat je gek wordt, of dat je een hersenziekte hebt. Ja, precies. En wat je dus ook soms ziet, hè, um, ook waar we het eerder over hebben, kijk, soms kan een trauma direct tot gevolg hebben, die depersonalisatie en derealisatie. Of soms inderdaad die dissociatie. Um, maar wat je soms ook merkt, is juist omdat in de derealisatie, depersonalisatie mensen ook. Overmatige controle hebben. Dat soms kan ook uh, niet het trauma direct uh, een relatie hebben, maar dat het ook veel meer zit in die overmatige controle. En dan is het juist heel interessant van hey, wat maakt dat jij de behoefte hebt aan die overmatige controle? Wat maakt dat jij die copingstel nodig hebt om je goed of veilig te voelen? En daarvan is het dus ook weer heel interessant op het moment dat dat meer speelt, van, om dan naar de kern te gaan en om te kijken van hé. Hey, is er een moment geweest in je leven waarin je misschien instabiel hebt gevoeld? Of was je moeder of je vader was die heel angstig. Of um, heb je heel vaak van, school, van basisschool moeten verwisselen. Waardoor je het gevoel hebt van hey, ik moet overal grip ophouden, omdat dat natuurlijk ook het een en ander opriep qua onderliggende emoties. Dus dat is dus ook in dit kader gewoon heel eh, interessant. Dat je dus ja. niet alleen gaat kijken van. Hey, Um, komt het uh, direct door trauma, dat kan zeker, maar dat hoeft niet altijd. Of komt het omdat de manier waarop jij omgaat met klachten, dat dat iets zegt over jouw copingstel qua overmatige controle. En als je daarvan naar de kern gaat van, hey, wat maakt dat jij dat, jouw brein denkt dat je dat nodig hebt. Ja, ja het is ontzettend interessant. Ja, en in die Janneke taal iets veroorzaakt eigenlijk een circuit en dat circuit onderhoudt je eigenlijk met zorgen. Daar, ja. dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Het zou heel mooi zijn als het zo simpel is. Daarom graven we zo diep en duurt het vaak een maand of twee zo'n traject. Totdat je echt duidelijk hebt van hé, wat speelt er en hoe kan ik ermee omgaan. Maar uh, ja, ik denk dat het in ieder geval als je merkt dat je vastloopt in je leven, dan is het in ieder geval een hele goede uitkomst, althans, of een hele goede route om te bewandelen, dat kent traject. En ja, dat kun je gewoon simpelweg op onze website vinden. We zien het ook wel eens bij depressie, natuurlijk. Derealisatie, depersonalisatie. Ja, en dat maakt het ook ingewikkeld. Dat maakt het een leuke uh, puzzel om te leggen voor ons. Ja. Want inderdaad, ook, uh, ook in, bij een depressie en ook soms bij, bij uh, een bepaalde type medicatie. Dan heb je ook inderdaad dat mensen denken van hé, hey, ik uh, alles voelt een beetje afgestompt. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij een, een somber, uh, lusteloos gevoel hebt en alles om je heen voelt een beetje afgestompt, Dan uh, neem jij de wereld ook wat anders waar. Misschien wat trager waar, of misschien wat waziger. Omdat je eigenlijk zo erg in je eigen. Je ja, hoofd zit of in je ja. eigen depressieve staat zit. Dus dat, um, dat maakt het inderdaad een ingewikkelde puzzel. En ik denk dat dat ook maakt dat er over het algemeen weinig direct op de realisatie behandeld wordt. Want het zoveel voorkomt in het kader van PTSS, in het kader van angst, in het kader van depressie, zelfs in het kader van slaapstoornissen. Ja, ja super interessant. Nou, zit je thuis en denk je van, hé, hey, ik heb dit, ik herken dit. Kijk dan vooral op onze website, christenijsje.nl en vind daar meer informatie over, onder andere het kerntraject. Even kijken, hebben we de vraag beantwoord? Dus inderdaad, het vreemd gevoel of dat kan passen bij derealisatie en wat je eraan kunt doen. In principe, derealisatie, we hebben de klachten eigenlijk benoemd, wat, waar dat uit kan passen, dus waar, wat voor klachten je kunt hebben. Dus die hebben we beantwoord en wat je er tegen kunt doen, hebben we eigenlijk ook beantwoord. Dit zijn wel eigenlijk ook echt beelden. Ja, normaal geven we een tip van de week van probeer dit, probeer dat. Maar dit zijn best wel complexe beelden. Het is best wel diep gegraven, zeg maar, vaak. Ja, en het is echt heel belangrijk om de puzzel goed te leggen in dit geval. Omdat het zoveel ja. overlap heeft, dat het heel belangrijk is om te kijken van... hé, hey, wat staat op de voorgrond en wat is een aannemelijke oorzaak? Wat zijn de triggers? Ja. En hoe zou je hier het best mee om kunnen gaan? En het allerbelangrijkste ga eerst naar de huisarts om iets structureels uit te sluiten natuurlijk. Precies, precies. En het is ook vaak een beetje hoe ik het dan een beetje simpelweg gezien. Klachten die heel lang aanhouden en vrij intens zijn qua vorm, dat zijn vaak klachten die het meest diep verborgen zijn in je verleden. Dus ook hierbij bij depersonalisatie dat er zit vaak iets heel dieps achter en je kan natuurlijk altijd kijken en goed nadenken over van wat er in jouw leven speelt op dat moment dat je die klachten hebt en wat in je verleden is gebeurd. Maar uh, mocht je daar niet zelf uitkomen, zoek dan gewoon professionele hulp via inderdaad je huisarts en de psycholoog of via ons, uh, maar dan via onze eigen route, namelijk een traject. Oké, okay, ik denk dat we de vragen beantwoord. Hebben we nog toch een tip van de week? Ja, ik heb altijd wel een tip van de, nou de ja, week. Nou dan hebben wij dat geluk even, ja. Um, ik denk op het moment dat jij klachten ervaart, en dan kan het natuurlijk derealisatieklachten zijn, maar het kan ook misschien angstklachten zijn of uh, sombere klachten zijn. Uh, op het moment dat die klachten opkomen, dat je dan tegen jezelf kan zeggen van... hé, hey, uh, dit is heel erg normaal, dit hoort erbij en het komt goed. Ja. Er is niks ergs met mij aan de hand. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een klacht hebt en je denkt... oh nee, ik word gek of ik verlies de controle of ik val flauw... of ik krijg een hartaanval of um, ik word nooit meer beter... Meer in het kader van een depressie bijvoorbeeld, of het komt nooit meer goed. En dan denk je van, nou, ik heb deze klacht, het hoort bij ik zei ze. En het komt goed. Mijn brein creëert die klacht. Precies. En ons zorgsysteem is dermate goed dat we echt heel goed zijn in het uitsluiten of insluiten van patologie. Ja. Daar zijn we super goed in. En als dat uitgesloten is, dan is het daarna een beetje een uitdaging om, dat, om, de, om de oplossing te vinden. Maar als de artsen zeggen van, hé, het is geen structurele afwijking, dan is dat het ook gewoon. Ja, precies. En dan dus de kunst om jezelf gerust te stellen. Precies. Nou. Dus denk van, hé, hey, ik heb een klacht, maar dat is eigenlijk heel erg normaal is eigenlijk hetzelfde als wat die um, 50% mensen die dat normaal ook ervaren of na een avondje drinken, of wat dan ook. Dat je denkt zo van nou, ik voel me echt uh, belabberd, ik voel me een beetje raak ik voel me een beetje wazig. Um, nou ja, morgen is er weer een dag. Nou, ik vind het een mooie tip van de week. Dankjewel. Nou, helemaal goed. Ik zou zeggen: uh, voor de luisteraar, uh, als je er klachten van hebt, zoek hulp en je weet ons te vinden. Voor nu. Bedankt dat jullie wilden luisteren naar deze aflevering. We hebben laatst weer naar de statistieken gekeken. We zien een lichte toename in, in abonnees. Uh, maar nog steeds zitten we ongeveer rond de helft. Dus als je naar deze podcast luistert en denkt van hé, hey, ik heb hier wat aan gehad. Of ik vind het interessant. Of het zou heel goed zijn dat andere mensen dit ook zien. Vergeet dan vooral niet te abonneren. Het abonneren helpt ons enorm. Vergeet ook geen reactie achter te laten. Vergeet geen sterretjes achter te laten. We kijken met alles mee. Naast onze werkzaamheden kijken we ook heel graag naar wat jullie ervan vinden. Dus vergeet dat vooral niet te doen. Druk op de abonneerknop en daarmee help je jezelf, maar ook andere mensen die met soortgelijke klachten lopen. Aisha, ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid. Ja, ook. Nou, graag gedaan. En dan hoop ik jou en jou natuurlijk, Aisha, volgende week weer te zien. Tot dan.